Onder een recente video van mij werd er door een kijker een vraag gesteld van hoe gaan jullie om met het drogen van de was? Wat daar een energiezuinige oplossing voor is. En toen gaf ik aan van nou ja, ik heb een warmtepompdroger die heel goed fungeert. Maar er waren ook mensen die zeiden van nee, ik hang alles gewoon uit buiten. Hè, dus aan de lijn, hè, dat is ook goed drogen. Hè. Veel mensen weten bijvoorbeeld ook niet dat zonlicht uitbijt. Hè, dus vlekken in wasgoed en zo kunnen door de zon uitgebleekt worden. Dus dat werkt ook heel goed. Maar er waren ook wat mensen die gaven aan van nee, ik hang het aan de lijn thuis in een afgesloten ruimte. Maar dat was ook een van de vragen waardoor dus de originele persoon die de vraag stelde, had, zei ook van ja, maar met dit weer, het is wat kouder, droogt wasgoed heel slecht. Nou, de oplossingen die ik voorbij zag komen waren op z'n zaks gezegd heel bijzonder. Daar gaven mensen aan dat ze met elektrische kacheltjes aan de gang gingen door daar handdoeken en zo overheen te leggen. Terwijl overduidelijk staat ook op al die apparaten beschreven dat dat dus niet mag. Met zulk soort logootjes wordt er aangegeven dat je dus niks over de radiator heen mag hangen als die aanstaat. En dat heeft ermee te maken oververhitting van het element. Er kan geen lucht meer doorheen. Dus dat is gewoon heel gevaarlijk. Er zou zelfs brand van kunnen ontstaan. Dus deze openingen boven en onder die moeten altijd vrij zijn van obstructies. Er was zelfs iemand die aangaf een elektrisch wasrek te hebben gekocht. Dus een wasrek waar een verwarmingselement in zit. Nou, daar moest ik echt eventjes twee keer naar kijken. Ik denk, wat is dit? Maar dit blijkt dus gewoon te bestaan. Dit kun je gewoon kopen. Ook hier weer om de was sneller te drogen. Maar al die oplossingen maken eigenlijk één hele kritieke fout. En dat is dat ze puur focussen op het drogen van het wasgoed. Maar dat wasgoed is vochtig, hè? Dat moet gedroogd worden. Maar als dat vocht eenmaal verdampt is, wat je dus met warmte, hè, dus elektrische kacheltjes of zo'n elektrisch element wat je doet, ja, dat komt in de lucht te zitten. Maar als het in een afgesloten ruimte is, en dat deden mensen, hè, want ja, als de deur open staat, dan stijgt de temperatuur niet voldoende en dan droogt het alsnog heel slecht. Ja, dat vocht dat gaat in de lucht zitten, maar het kan nergens naartoe. Dus dat slaat tegen muren, dat kan op ramen als condens neerslaan, het kan schimmelgroei tot gevolg hebben enzovoort. Verlaagt ook heel erg de kwaliteit van de lucht in huis. Dus dat is echt een hele slechte oplossing. Terwijl er is een hele mooie oplossing voor om je was enerzijds sneller te drogen, terwijl het dus binnen in een ruimte aan een wasrek hangt. Waarbij je dus het vocht actief wegneemt uit de lucht. Want doe je dat niet, ja, dan slaat het ergens neer of het komt in de lucht te zitten. En dat is gewoon een groot nadeel. En ik zal die oplossing wel even laten zien. Dit is het betreffende apparaat en dit is een luchtontvochtiger. Nou, wat is dit precies? In dit apparaat zit in feite een hele kleine monoblok warmtepomp. En die warmtepomp die zet je dus aan. Dan gaat aan de achterkant een ventilator gaat draaien. Die kun je in dit geval ook instellen op twee snelheden. En wat doet die? Aan de achterkant wordt de lucht door een filter gehaald en aangezogen. En die lucht, dus dat is eigenlijk de vochtige lucht uit de ruimte, die wordt als eerste over de koude kant van de warmtepomp heen geleid. Nou ja, dat deel van de warmtepomp wordt na een tijdje, als deze een minuutje draait of zo, wordt dat heel koud. Waardoor dus de lucht die daar overheen geblazen wordt, heel sterk wordt afgekoeld. Nou, dat kennen mensen wellicht nog van vroeger badkamers die slecht geïsoleerd waren. Wanneer de warme, vochtige lucht uit de badkamer tegen een koude buitenmuur aankomt, dan krijg je condens. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Dus die vochtige lucht wordt aangezogen, dat slaat tegen de koude kant van die warmtepomp aan. Dat gaat meteen condenseren en dat condenswater loopt aan de achterkant in een opvangbak. Je kunt er zelfs ook een slangetje aan vastmaken dat dit apparaat constant netjes al zijn water dumpt op een afvoer. Maar in de standaard komt dat in een bak te zitten. Dit apparaat heeft volgens mij iets van 6 liter opvangbak erachterop zitten. Nou, die lucht die wordt vervolgens verder geforceerd en die komt daarna over de warme kant van de warmtepomp heen. Ik zeg al, hier zit een monoblokje in, dus zowel de condensor als de verdamper zitten in één apparaat. Nou, doordat die lucht daarna, de droge lucht, de lucht waar het vocht dus is uitgehaald, of althans waar het merendeel van het vocht is uitgehaald, wordt over de warme kant van de warmtepomp heen geleid, wordt daarmee heel lichtjes opgewarmd. En die droge, iets opgewarmde lucht, die wordt vervolgens via deze kant weer uit het apparaat geblazen. Op die manier kan dit apparaat vocht uit de lucht trekken. Het is afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en natuurlijk het vochtigheidspercentage. Hoe lang dat, of hoe snel dat gaat, hoe warmer de temperatuur, hoe effectiever dat zo'n apparaat is, hoe sneller dat hij het eruit krijgt. Maar ook bijvoorbeeld temperaturen van 15 graden, 10 graden. Volgens mij zelfs tot en met 5 graden kan dit apparaat vocht uit de lucht trekken. Al wordt natuurlijk het debiet wel een stuk lager hoe kouder het wordt.
Het werkingsbereik van het apparaat is tussen de 5 graden onder. Daaronder dan werkt het gewoon niet meer. En aan de andere kant is het 35 graden. Als het warmer is dan 35 graden, dan werkt het ook niet meer. Omdat dan het condenseren niet meer goed gaat. En dat heeft dan te maken met het vermogen van het warmtepompje wat hierin zit. Nou, dit apparaat heb ik nu een tijdje in gebruik. Ook om wasgoed te drogen. En ik kan zeggen dat het ongelooflijk goed werkt. Het hangt natuurlijk af van hoe groot de ruimte is, hè, want je hebt ze in verschillende maatjes. Dit is een iets grotere, je hebt hem zelfs nog een maat kleiner. Ik zal naar alle twee de apparaten onder de video wel eventjes linken. Maar je merkt gewoon dat wasgoed sneller droog is, maar bijvoorbeeld ook in vochtige ruimtes. Denk even aan een badkamer, hè. Zeker al wanneer het buiten een stuk kouder is. Ontvochtigen, zelfs met bestaande ventilatie, is toch net even wat lastiger. En zo'n apparaat die trekt gewoon het vocht uit de lucht. Hier staat de luchtontvochtiger nu te blazen en je ziet aan het display al, want er staat hier een wasrek, dat de luchtvochtigheid hier 75% is nu. Dat was zelfs net nog iets hoger, ging zelfs richting de 78, 79. Zoals je hier ook ziet, hè, de stand voor het wasgoed staat aan, dus dan normaal stel je hier het percentage in wat je wilt hebben en daar zal die zich dan aan houden. En als je dat percentage haalt, dan stopt hij ermee, maar als je op die knop drukt voor het wasgoed, dan zal die gewoon doorgaan met vocht uit de lucht te trekken. Omdat als die namelijk wel zou wachten bij het percentage, dan duurt het alleen maar langer. Want dat wasgoed moet natuurlijk ook het vocht weer afgeven aan de lucht. En zodoende dat het langer duurt. Als je hem op die stand zet, dan zal die gewoon doorgaan en zal het percentage gewoon blijven dalen totdat al het vocht uit de lucht, of althans totdat hij een bepaald punt heeft bereikt. Ik meen 35%, of het wasgoed droog is en je hem gewoon stopzet. Maar je ziet hier dus wel, als je dus wasgoed gewoon in een afgesloten ruimte ophangt, hoe hard dat percentage luchtvochtigheid omhoog gaat. Wat ik al aangaf, dat vocht dat moet ergens blijven. Zeker als het buiten koud is, kan het op ramen als condens neerslaan. Idem voor muren. Je kunt er schimmelvorming mee krijgen. Of je moet extra gaan ventileren, dan wel verwarmen, om het vocht alsnog weg te krijgen. En dat is allemaal zonde van de energie. En een apparaat zoals dit, die zullen het vocht daadwerkelijk afvoeren en daarmee het probleem wegnemen. Het apparaat neemt ongeveer 280 watt aan vermogen op wanneer die in gebruik is. Wat natuurlijk een heel stuk minder is dan de zware verwarmingselementen. Want als je bijvoorbeeld met een elektrisch kacheltje gaat werken, dat is makkelijk 1 of 2 kilowatt. We zagen net ook dat elektrisch wasrek van 230 watt waar een element in zat. Alleen al die oplossingen halen dus niet effectief het vocht uit de lucht. En dat is wat dit apparaat wel doet. En dat kan dus een heel stuk energiezuiniger dan met een hele hoop vermogen wasgoed warm te stoken. Dan droogt het wasgoed wel, maar je zit alsnog met dat vocht te kijken. En uiteindelijk, als de temperatuur gaat dalen, dat vocht gaat uiteindelijk weer ergens neerslaan in de woning. En dat is iets wat je niet wilt. Nou, hopelijk heb ik hiermee wat informatie gegeven over de luchtontvochtiger. Zoals gezegd, ik zal onder de video even naar de apparaten linken. Prijs van de apparaten valt me heel erg mee, maar dat zie je onderaan wel vermeld staan. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het zeker onder de video eventjes weten. Als je me wilt sponsoren, dat mag altijd. Alles is welkom. Dat staat ook onder de video vermeld. En dan wil ik jullie bij deze weer danken voor de aandacht.